Dit is de parcoursverkenning van het Belgisch kampioenschap Cross Country 2023 in Hoevelize. Hoevelize is natuurlijk een heel gekende naam binnen het Belgisch mountainbike wereldje. In de jaren 90 en begin jaren 2000 was hier telkens een wereldbeker op het allerhoogste niveau. Ondertussen is het wel iets minder geworden, maar er zijn toch nog steeds 2 wedstrijden per jaar. Je hebt enerzijds het nieuwe technische parcours heel natuurlijk bij Hotel Viamundo, de Viamundo Cup. Maar je hebt ook een tweede wedstrijd op de flank van de brandweer. En daar gaat nu het Belgisch kampioenschap door. Ik rij zondag zelf mee, dus het is hoog tijd om het parcours eens te gaan verkennen. Let's go! Het is langs hier. Ik sta ondertussen bovenaan aan de start-aankomstzone. Ik heb jullie het geheig en gepuf om hier te geraken even bespaard. En achter mij zie je al een eerste stevige hindernis en een rockgarden. Maar we zullen beginnen met het begin. Ik vertrek onmiddellijk naar de splitsing startloop en het echte parcours. Startloop is gewoon verder klimmen om het pak te scheiden. Rechts gaan we onmiddellijk een technische zone in. Nou, ik ga ervan uit dat de start hier ergens is. En dan ga je direct via een grote brede gravelstook rechtdoor. Maar ik ga de gewone ronde doen. Bonjour monsieur. Hey, c'est plus facile qu'à l'autre côté, hè? C'est de l'autre route ici. Voilà. Dus die grote weg gaat recht omhoog. Ik zeg straks wel wanneer we terugkeren. Dit is het gewone rondje, een beetje draaien keren. Maar we gaan heel snel naar een eerste hindernis. De TC is voor straks. Hallo, hallo, hallo. Ah oui, c'est par où? Als je de aankies hebt, heb je de aan vast. En dan heb je ook dit dropje vast. Die kun je links voor de kleinere drop. Of midden voor de gewone drop. En dan is het even kort klimmen. XCC straks omhoog. Naar de finish. Maar wij zijn nog maar net vertrokken. En de meeste klimmen zijn kort en puntje. En ook redelijk stijl. Ik ga trouwens altijd de A-lijnen kiezen. Die zullen waarschijnlijk ook altijd sneller zijn dan de B-lijnen. Voilà. Hier keer op een deel van het oude parcours. A en B. Oké dan. Nou ja, dit. Klein dropje. Ik ga rijden. En het ligt best stoffig. Dus een band, een voorband met goede grip. Kan van pas komen. Is geen regen voorzien. Ja. En dan weer bergop. Kort en puntje. De volgende afdaling is steiler. Niet te snel inrijden. Pak hem ook breed. En dan zijn we weg. Gewoon niet te snel. En deze schaft ook. We zijn rechts. En we zijn breed. Het is best stijl. Best pittig. Geen idee wat de benen... Ah, daar. Oké. Okay.
Hier kwam ik een jaar of 5-6 geleden redelijk veel. En het zou ongeveer 5-6 jaar geleden zijn dat ik hier nog geweest ben. Opnieuw, kort en punchy. Kracht. Het parcours kan eigenlijk ook redelijk veel regen aan, maar het zal toch niet regenen, dus maakt op zich niet veel uit. Voilà, op de power bergop. Je blijft mountainbike, dus het is echt wel klimmen, maar dit is niet een puur klimmersparcours, hè. Gelukkig. Gewoon hartslag 180 en blijven gaan. Je moet zelfs niet trappen, want bij deze wel, hè. Als je uit stilstand vertrekt, die echt stijl. Ondertussen zijn we alweer bijna boven. Pardon. En je ziet, weer een stukje vlak. Weer een stukje power. Voilà, 1,5 kilometer nog niet. En dan komt de eerste technische zone. XCC straks naar links. Er zijn twee technische zones. Startklim. En hierboven hobbelt het echt constant. Dus een full suspension. Dat is echt handig. Ja, toerist. Niet erop, hé. Zeg, het is hier allemaal bergop. Allemaal bergop. Kan dat niet. En bergaf durf ik ook niet. Nou, hobbel, 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 hobbel. Dat is trouwens Matthias van Rooy. Die doet de drop en beringen met een prehop. Dat ken ik nog maar één iemand anders die dat ook doet. En die rijdt van voor in de megavalanche. Dikke zot. Dus je hoort dat hier is een stukje dat je eigenlijk wel kunt recupereren. Dat je draaien keren, redelijk vlak. Het zit maar een dikke 100 hoogtemeter in een parcoursje van bijna 4 kilometer. Dus het valt eigenlijk goed mee hier. Ja, links, rechts. Die kun je gewoon al niet snel rijden. Ja, die wortels heb je niet veel last van. Hè. Maar ja, stilaan naar de achterkant van het parcours. De kant van de camping viaduc. Waar we de klassieke klim omhoog gaan rijden. En gelukkig moeten we daarvoor eerst een beetje bergaf. Maar dit vind ik echt wel een recuperatiezone. Voor de klim die komt. Hoi! Hallo! Ook dit is niet veel bergop. Bol snel. En dan gaan we waarschijnlijk. Ja, bergaf rijden, ooit. Nee, nee, ooit. Ja, een droppertje is echt wel handig. Ben je gewoon stabieler, gebruik je minder energie.
koetje. Hallo. Goedendag. En dan gaan we eindelijk bergaf, hè. Verschillende lijnen. Los bergaf. Mooi. Links houden en klimmen. Dat was duidelijk niet op tijd geschakeld. Puntje, puntje, puntje. Nieuwe splitsing tussen een A en een B. Eerst A, dan B. Was dat niet zo. Nou ja, dat is toch pittig. Even een schroefkussen. Dus die tweede bocht is een pak moeilijker. Ik kom wel een brugje. En hier kun je links en rechts, dacht ik. Dat je gewoon rechts. Stel niks voor, gelukkig. Geen drop. En in deze afdaling, die schuift als gek, moet je niet te snel willen gaan. Ik krijg dat bijna over de kop zelfs. Gewoon veilig zakken. En hier reken ik al in 1993 omlaag. Moet je kennen. Pats. En aangezien dat ik 30 jaar geleden hier ook omlaag reed, reed ik hier ook omhoog. Chemin privé. Die rotsen hier moet je eigenlijk gewoon op kracht nemen. Ik denk niet dat ik dat nog zal kunnen. Want het komt snel vlak weer. Dus dit is de langste klim van het parcours. Maar die is in etages gelukkig. Zit er iets voorbij half weg. Het is gewoon vlak, hè. Vroeger werd hier links gereden. Hier omhoog. Beetje extra hoogtemeters. Klein extra afdalingsje. Dat is dadelijk dicht. En hier kun je knallen of recupereren. Want er komt echt wel nog een stevige klim. Als dat weer slecht zal liggen, zal het hier zijn. Voilà. Het is niet zo heel stijl. Dat hakt er toch in. Het is eigenlijk nergens heel stijl. Er is ook een editie geweest waar hier rechtdoor ging. En daar is duur, hè. Zie je? Maar wij gaan gewoon rechts in. Stijlste stukje van de klim. En dan krijg je opnieuw een beetje ver af en vlak. Ah. Nu is het snel, hè. Ideaal. Om even te drinken. Je moet poweren, hè. Net zijn we van dat brugje gereden. Dan ga ik gewoon naar beneden naar boven. Nieuwe stijl stukje. Valt goed mee, hoor. Het schaft ook niet heel hard. Daar is ooit nog
een startklim geweest. Die is pokkenstijl. Helemaal van beneden. Ben ik blij dat we die niet gedaan hebben. Klimt nog een beetje. En opnieuw gaan we hobbelen. Ik zeg het, op deze stroken, als je pomp af bent, dan is die hardtail een hel. Voilà, daar is de top van die eerste lange klim. De etages valt op zich goed mee. Tweede technische zone. En hierna wordt het parcours terug wat technischer, wat pittiger. XCC komt van rechtdoor. Voilà. Eerst afdaling, ik stel niks voor. Spring hem niet. De grote kombochten. Yo, daar. Brug is ook niks. En dan komt er een kleine. Dat is een blinde drop. Dus je hebt allemaal schrik om door te gaan, maar stelt ook niet veel voor. Snel uithouden. Dan moet je bijna niet klimmen. Ik vond er al dat XCC links zal gaan. Wij gaan rechts. Oh man. Ze zijn hier een bommetje of twee gegooid. Beetje tricky. A en B lijn, dit is echt belachelijk. Dit is zelfs geen A. Dit is C. Lijkt wel. XCC is links. A-lijn is rechts. Vandaar de splitsing. Dit is best een pittige. Gevaarlijk om lekker te rijden. En je hebt hier twee lijnen. Ik ga mijn favo pakken. Dat is het beste uit beneden. Vind ik, hè. Hier mooi binnen door. Ik denk dat je allemaal recht door hebt. En dit is wel gevaarlijk voor je banden open te rijden. Voilà. Hoppa. Zij die gaan sterven, groeten nu. Slow motion. Dit is de tweede klim van het parcours. Die gaat alleen maar bergop. En dit is echt gewoon één dikke minuut aan oefenen. Ik ben niet aan het oefenen nu. Hallo. Ça monte. Na deze klim zijn we eigenlijk bijna rond. Een kopout nog. Een lijntje met steen. We gaan helemaal door tot de top van de voorklus. Ja man, how warm he. Ik rijd trouwens met een 34 vooraan, 52 achter. Daar rijd ik nu op. Dus, het zal wel lukken hè. Dit is echt duur. Ik denk zondag voor de Masters 6 ronden, zoiets. Ah, daar ligt een steentje.
Please try again. Op zijn chant. Ik ga een insert steken. Gewoon daarvoor. En voilà, we zijn rond, hé. Dit was het cross-country parcours voor het Belgisch kampioenschap 2023 in Hoofdvalize. Zoals je hebt gezien is het best technisch, niet onmogelijk. En er zijn ook altijd B-lijnen, maar die zijn toch een stuk trager. Wat lijkt mij de ideale fiets? Een full suspension met een kleine dropper. Dus deze supercaliber is heel racy, komt overal tot zijn recht en geeft mij voldoende vertrouwen om in de afdalingen vol door te gaan. En ook in de platte stukken hierboven, dan houdt hij genoeg comfort. Wat toch wel een verschil kan maken op een lange wedstrijd. En het zal ook een zware wedstrijd worden, want hierboven in de open vlakte is het gewoon echt warm. Wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan op Jeffy's Bike Cave. Vond je dit leuk? Geef een like. En ik ga nu nog het parcours van de shorttrack rijden. Woehoe!